Nee, pardon. Oh, ik heb weer een pakket voor. Ja, een pakket voor amateurvisser.nl. Die jongen, die blijft maar bestellen. Ik snap niet waar hij het geld vandaag. Maar elke dag ga ik weer. Pakketje voor amateurvisser, pakketje voor amateurvisser. Pakketje voor amateurvisser. Altijd hetzelfde. Een rondje rond de kerk. Zal hij wel weer thuis zijn? Zit hij natuurlijk weer te vissen. Ja, kijk wat hij thuis is. Hallo, ik heb een pakketje voor amateurvisser. Wow. Ja, die postbode die vooral. Was die pissig? Die alles in één keer wilde bestellen voortaan. Ja, ik kreeg elke dag van die pakjes, maar dit is wel een hele grote. Wow, dankjewel. Ja. En even kijken wat dat is. Jongens en meisjes, kijk eens. Nou, het is een flinke doos. Even kijken wat het precies is. Misschien zijn het 560 vierkoven. Even kijken. Een onthaakmat van Guru. En dit is een speciale onthaakmat. Want dat is tegelijkertijd ook een tas en daar kun je net en allerlei losse spullen in doen. Even kijken. Wat er nog meer in zit. Puur geconcentreerde boter. 25 kilo. Ah, die jongens waren uit bij Google. Een tijdje met hun aan hun telefoon gehangen. Die zijn goed bezig. Even kijken. Wat hebben we hier? Die jongen is geen amateurvisser meer. Kees. Fusion 400. EVA storage system voor mevoer. Reaper feeder rest, multi-positional specialist feeder rest. Kun je draaien? 12 different settings. Die kun je. Waarom zou je die gewoon kunnen draaien? Weet ik niet. Maar maakt niet uit. De rest, pom pom pom. Oh, allemaal onderlijnen. Haakmat 14, feeder special. Haakmat 18, feeder special. Onderlijnen, nooit genoeg hè. De back reaper rest. Hey, een trui. Een mooie XXL warme Guru trui. Nice. Helemaal in stijl. Guru Pulse Line. Ik weet je dat kunnen zien. Guru Knowledge Power Pulse Pro. 1800ste voor de feeder. De rest. Oh. Oh. Cage feeders. Kleine cage feeders. Noem maar cage feeders. Feeders. Vette shit. Allemaal
vier korven, heb je nooit genoeg, hè? Vier korven. Nog wat Pearl's Line. Oh, nice man, dan kan ik wel. Zit er niks anders op dan te gaan vissen natuurlijk nu. Zo jongens, het is inmiddels alweer een dag later. Ik heb alle spullen ingepakt, ik heb voer gemaakt en ik ga lekker op pad. Ik ben nog een beetje in twijfelen waar ik zal gaan zitten. Daar twijfel ik altijd op het laatste moment over. Maar ik denk dat ik gewoon aan de rivier ga zitten ergens. Eens even kijken waar ik makkelijk en relaxed kan vissen. Dus ik ga snel op pad, ik pak mijn spullen en dan zie ik jullie aan de waterkant. Zo jongens, op weg naar een oude vertrouwde stek. Waar ik al heel lang niet meer gevierd heb eigenlijk. Ik denk wel al jaren. Ik heb er nog wel eens wat met de spinners staan vissen, snoek en zo. Maar dat is de plek waar mijn vader zijn PR-snoek heeft gevangen. Ik moest een stukje rijden. Ik was eerst naar een ander stek gegaan aan de rivier, maar dan zat het boomvol. Echt zoveel mensen te vissen. Polen, Duitsers, Hongaren. Helemaal vol. Dat was nog wel plek, maar daar heb ik er toch niet zo'n zin om ertussen te gaan zitten met mijn overpakken. En mijn feeder. En met mijn camera en zo, weet je wel. En denk van ja, liever ergens rustig zitten. En ik heb geen idee of ik hier wat ga vangen, maar ik heb hier in het verleden wel baas moeten vangen. Dus zal het nu ook wel zitten. Ik kan me niet anders voorstellen. Het stroomt denk ik wel niet, omdat er heel weinig water is aangevoerd de afgelopen tijd. Gisteren een beetje. Maar ja, we zullen wel zien. Niks is het al, dus het kan alleen maar beter worden. Even een lekkere plek waar ik rustig kan zitten. Ja, de laatste keer dat ik daar geweest heb was toen, toen die vrouw met die hond eraan kwam. Hoi, lekker weer hè? Heerlijk. Ja, zeker. Ik ga daar nu beginnen. Tot vanavond ergens. En dan. Is altijd een beetje de vraag. Soms wel. Meestal, ja. Mijn hoop is altijd zo rond de schemering. Dat is altijd beter. Maar dan moet ik nog even wachten. Ja, klopt. Ja. Fijne dag, hè. Moeten we hier even naar beneden zien te komen natuurlijk. Altijd een beetje een klim. Maar we hebben het weer gehaald. Ik ruik het water al. Een beetje troebel hier aan de voorkant. Ik denk dat hier een hond erin is gegaan. Uiteraard, weer. En zo, gaan we het eens even allemaal opzetten. Hop. Hop. Hier mijn Guru mod. Daar hebben we nog net in zitten. Side tray. En de dinges. Steun. Dat is eigenlijk gewoon een soort tas dus, maar dat wisten jullie al. Oeh, harde grond. En die kun je dus ook gewoon zo open ritsen, zoals jullie zien. Dan heb je eigenlijk een hele grote onthaakmat. Die lijkt dan hier zo neer. Iets hoger. Zo. Een feederbox. Onderlijntje. Ik denk dat ik begin met een gewoon een feeder onderlijn, dus niet met een speedstop. Even kijken of ik die hierop heb zitten. Hier niet, maar maakt niet uit.
Ik begin altijd even met maaien. Ik pak hier deze. Maat 16. Vierde onderlijn. Zo jongens, ik zit. Ik heb het uitgegooid. 10 minuten erin liggen nu. Nog geen tikje gehad, maar gaat vast nog wel komen. Dadelijk eventjes wat wormen door mijn voer knippen. Wat maaien erin, wat maaien erin. En even een paar plekjes voeren. Kijken of dat nog wat zal helpen om de stek op gang te krijgen. We zullen zien. Dat is wel heel snel. Je hebt de top niet eens omgetrokken. Even de hakensteker pakken. En een mooi voerentje. Een mooi voerentje. Even kijken. Flipper, flipper. Eerste vis op de mais. Een platte. Mooie platte, trek nog af van platte. Ja. Trek nog af van platte. Is het wel een platte? Ja, het is wel een platte. Ja. Hij is wild. En pak je even het net. Dan maak ik even die onthaak maar een beetje nat, want anders dan is het een beetje warm voor het beest natuurlijk. Ah, hij is wel een goed formaat. Goed formaat. Kom maar, ja. Oh, een sterke. Sterk. Zo. Oké, een flinke lap. Dat is een mooie vis, hè. Een beetje beschadigd nog van het paren, denk ik. En dan kan die weer terug. Ik heb het hele net, moet je kijken, hele net vol sleem. Op de mais. Zo jongens, de eerste echte vis is binnen. Een mooie brasem, moet goed formaat. Denk een 50 centimeter, 55, misschien ja, 50 denk ik. En op de mais, ik had de maaien eraf gehaald. Oh trouwens, ik ben even omgedraaid qua stoel, want ik had de zon altijd in mijn gezicht. Dan kon je die top niet goed in de gaten houden, was met veel meer wat lastig. Ik ben eventjes 180 graden gedraaid, maar ja, de eerste echte vis is binnen. En dat al om 2:30. Het valt me niet tegen. Ik dacht er wordt een taai zit hier tot vanavond 6, 7 uur, maar de eerste is er al. Ik heb er iets kleins aan zitten. Aan de maai. Ik weet niet wat het is. Voeren denk ik. Ah, mooie voeren. Een mooie voeren. Zo. Die heb ik al lang niet meer gevangen. Zo. Kijk eens. De bek te zien is in de winden. Oh. Oh. Kun je verliezen? Oh, ik laat hem. Hop. Oh. Mooie winden. Yes. Op de maai. Op de maai had ik die. Nice. Oh, dat was een mooie winden.
zag dan zijn bek. Ik dacht even dat het een voren was. Maar ik zag zijn bek en een slank levend ding van er zal toch wel een winde zijn. Had hem helemaal diep ingeslikt, maar dat maakt niet uit. Een hele lange haaksteker. En heb ik even kijken hoe ik die heb liggen. Dat zie ik zo even niet. Ik heb een hele lange haaksteker. Daar kun je mooi mee eruit halen. Dus, nice. Drie visjes, drie soorten. Een vorentje. De maai, een brasem op de mais en een winde op de mais, op de maai ook, dus niet verkeerd. Dus is niet, loop geen storm of zo, maar nou ja, ik zit lekker, er ligt een bak voer in, dus wat dat betreft moeten ze er wel een keer op afkomen. Dus ik denk tegen de avond, we zullen wel zien. Godverdomme, zit ik hier te vissen in één keer. Flotsch! Hier, scheet die gewoon op mijn arm, jongen. In een van een smerige kutvoer. Ja. Echt precies op mijn arm. Baba. Nou jongens, het is best wel taai. Drie visjes nu in 3,5 uur vissen. Dat is niet veel. En ik dacht van, ja, zal ik inpakken? Een beetje een twijfel, ik denk zo kan. En elke keer als ik dat dacht, dan kreeg ik een tikje op de engel. Dunk, net als ze het wisten. Bizar. Maar dan blijf ik er nog maar even zitten. Het is wel kans op onweer. Dus het moet niet te link worden natuurlijk. Het is vrij benauwd nu. Maar goed. Het regende net even. Er zijn nog wat veranderingen in het water, want dat is echt... flink gaan stromen. Het stond echt stil vanmiddag en nu net, ik denk sinds een kwartier of zo, is het begint het te stromen en begint wat activiteit van vis begin ik te zien. Nu springen naar vliegjes happen. Dus we zullen zien, hij ligt erin in ieder geval. Thuis vang je sowieso niks. Het is een beetje een gekkenhuis. Geweest thuis. Een nieuwe baan. En wat studeren voor mijn nieuwe baan en zo. Er zal veel energie in zitten altijd. Nou, ik begin pas 1 juli, dus ik moet niet klagen. Maar ik ga wel 4 dagen werken. Ik werk nu 5 dagen. En ja, het is wel heel flexibel allemaal mijn werk. Maar het is toch lekker als je 1 vaste dag midden in de week vrij hebt, dat je weet dat je kunt gaan vissen. En ja, de nieuwe banen werken 4 dagen. Dus we zien ook, ik verdien ook wat minder, dus wat minder camera's kopen. Dat is dan niet zo slim, al dat geld uitgeven. Maar ja, ik heb er wel zin om iets nieuws te beginnen. Work hard, play hard, hè. Dat is een beetje het motto. Maar, ja. We gaan eens even kijken of er nog wat aan deze hengels. Stom, dacht ik even dat er wat aan zat. Ik dacht even dat er wat aan zat, serieus. Ja, een tak. Een tak zat eraan. Ik heb hier pallet feeder aan. Met een stuk chuck mais. Op de speedstop zitten. En dan doe ik nu even een maai aan. Kijken of ze dan beter willen doorbijten. Oh, de pallet zitten allemaal muurvast in de pallet feeder. Dat is niet zo'n succes natuurlijk. Ik heb ze denk ik te vast erin geduwd. Ik zal ze wat losser maken. Even met de naald wat losser maken. Niet op mijn kop flikkeren dadelijk als ik had er toch weer een korf aan gedaan. En toen, wat is dit? Een platte. En toen een maai en een kaas eraan. En ik heb meteen beet. Lekkere traditionele manier van vissen. Zo.
blijf toch een beetje proberen wat ze zin in hebben, zeg maar. Kom, kom, kom. Hopla. Hopla. Een flinke lap. Kijken we even de hakensteker pakken. Stakenhikker. Nee, waar is de hakensteker? Waar is de hakensteker? En ik ga naar nu. Dat is weg. Waar is de hakensteker dan? Dan even zo. Dan even zo. Platten. Hopla. Matten wat afspoelen. Zo. Nice. Het is wel sterk, want net met die pallet feeder die had ik eraf gehad. Ik denk ja. Die pallets er toch allemaal in vastzitten. Dat is natuurlijk mijn fout, ik had wat kleinere pallets moeten nemen. Maar dan dacht ik van, dan doe ik weer eens een kofter aan en doe ik een wat korter onderlijntje. Met een gewone haak, geen speedstop of niks. En dan doe ik gewoon een caster en een maai aan. En verder vul ik deze. Of wel met wat van die pallets, van die mainline. Ik weet dat Brasem is daar helemaal gek op. Die pallets. Het is ongeveer 6 uur nu denk ik. Even kijken. 6:10. Ah, dit is taai. Ik kan er niks anders van maken, maar dit is... Het is best wel taai. Ja, we hebben wat gevangen natuurlijk en ook wel regelmatig wat aanbeetjes gehad. Maar ja, het zijn geen dubbele cijfers vandaag. Ik ben nu denken, zal ik blijven zitten? Of zal ik langzaam inpakken? Het zou ook nog gaan onweren dus. Fans. Amateurvisser. Nee, wat wil ik zeggen? Het zou nog een beetje gaan onweer, dus ja. Meestal is het net voor een onweersbui altijd goed, hè. Net voor een onweersbui. Ik weet niet waarom, maar dat is wel vaak net goed. Ja, dat zeg ik. Beet. Beet. Blij dat ik ben blijven zitten. Oh, een dikke brasem. Een dikke brasem. Ja, ja. Ik heb een dikke brasem gevangen. Ja, ja. Is het wel. Hoppakee. Komt heel naar de kant. Eens even pakken. Oh, een flinke jongen. Dat is een flinke jongen. Ah, past net in het net. Rustig, 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 rustig. Op het matje. Rustig. Ach, alles er vol slijmen natuurlijk. Smerige, smerige. Even kijken. Nu heb ik mijn hakensteker wel bij de hand natuurlijk. Die lag gewoon naast mijn stoel, uiteraard. Dat is wel een snotfabriek. Wat een snotfabriek. Oh. Dat scheelt niet veel, ik ging niet met die glijbaan.
Hoppa. Daar gaat hij weg. Ja, daar gaat hij. Oh, een sleemje op. Zo jongens, dat was weer een lekker dag. Hè. Tijd om weer even door het commentaar te bladeren op de vorige video. In ieder geval bedankt aan Sjors van Guru. Die heeft ook een eigen vlog, moet je maar even checken. Guru's at Home. Voor het beschikbaar stellen van het materiaal waar ik mee gevist heb vandaag. Dat is wel super. Eens even kijken wat er op de vorige video voor een commentaar werd gegeven. Moet ik even de bril afzetten, want dan zie ik geen kloten. De Adama zegt, ik gebruik altijd de Guru met veel plezier, ook op diep water. Dat is echt een goede tip, hè. Een stukje PVA om de method heen trekken en het voer blijft netjes zitten tot aan de bodem. Dus als je dieper vist, dan flikkert dat voer niet van de method feeder af voordat hij de grond raakt. Dus gewoon een stukje PVA eromheen trekken. De Adammer, jongen, top, top commentaar. Daar hou ik van, hè? Mekaar een beetje leren. Arjan Barendrecht zegt net de video, wat je zegt hier ook maar weinig succes op de method. In mei was het volle bak. Ken je die elastische methods van Preston? Vind ik zelf erg prettig. Je blijft het voer goed opzitten. Vind ik bij Guru wat minder, maar dat is mijn mening. Ja, die Preston heb ik nog niet, volgens mij nog niet geprobeerd. Ik ga gewoon nog wel een keer proberen. Dat is ook wel een goed spul. Ja, voor mij is het belangrijkste dat er een elastiek aan zit, denk ik. Perry van Schoten zegt, nice uitleg. Ik heb zelf ook een paar keer weer met de method gevist. Geen megavangsten, maar vorig weekend nog weg geweest en totaal niks. Vis zelf ook met Guru-spullen bevalt prima. Nice. Ah, Houstonhoff heeft ook nog een goede tip. Aan het oogje onderaan de method, zo'n method feeder van Guru, er zit een oogje aan de elastiek, kun je een micro-speed link bevestigen om makkelijker van onderlijn te vissen. Een micro-speed link, moet ik eens even googlen, maar dat kan wel eens een goede tip zijn, jongen. Helemaal te gek. JK zegt, ik heb altijd lol om die plop plop aan het begin. Ja, hoe die erin is gekomen weet ik ook niet, maar ja, het zei zo. Robin van de Tuin zegt, ik wil minder bijten in juni omdat de vis in de paai zit, specialist. Nou ja, ik weet niet, volgens mij zijn ze uit de paai, want die ik vang, die zijn allemaal al herstellende van hun beschadigingen, van hun paai beschadigingen, maar kan ook per water wel veranderen. Paul Hendrik zegt, goede uitleg Tom, ik heb de X-Safe method feeder met een zwarte elastiek. Na je uitleg denk ik aan de aanschaf van korfjes van Guru, je kunt snel wisselen. Nu moet ik het hele systeem ombouwen naar de montage van Marcel Powergums, maar dat is ook een goede montage hoor, die van Marcel Powergums. En inderdaad komt dat soms in de war. Vaak vis ik met twee hengels, met één korf en één method feeder. Ja, dat kan ook hè, dat kan ook. En Goosman zegt, topper, als je met de korf vist, gebruik je dan een langere onderlijn. Ik vis zelf altijd met de method, blablabla. Ja, met de korf vis ik altijd met de 15 inch onderlijnen van Guru meestal. En soms met de gewone feeder onderlijnen van een meter, maar die kort ik dan meestal zelf wat in tot zo'n 75 centimeter. Ligt eraan dat ze heel voorzichtig bijten, kun je een betere langere onderlijn pakken. Dan hebben ze meer kans om het aas wat verder in de bek te krijgen. Als ze nu heel snel bijten, dan doe ik er een korter onderlijn aan, anders slikken ze hem in. Wat een onzin 27, die zegt ik doe er altijd een clipje aan, die kan je gewoon kopen in een zakje, kost niks. En dan heb je niet allemaal van die stokjes met elastiek die je niet meer gebruikt. Goeie tip, goeie tip. En de laatste August driver die zegt het zwarte elastiek is aan te raden bij je visserij op karper. Het witte elastiek kan minder hebben en is daardoor beter geschikt voor brasem, zeelt en kleine karper. Nou jongens, hebben we elkaar toch weer wat geleerd. Hè? Daarom is het altijd belangrijk om de commentaarsectie te kijken. Want er zijn altijd mensen met goede tips. Dus, dat vind ik wel gaaf. Sinds ik met amateurvisser begonnen ben. Dus een jaar of 5, 6 geleden alweer. De mooiste ervaringen die ik heb opgedaan, zijn altijd ervaringen met andere mensen. Mensen die zeggen van, hey amateurvisser, kom een keer samen vissen, kan ik je nog wat nieuws leren? Of, hey amateurvisser, ik heb deze visserij, super gaaf, misschien wil je er ook een keer een video van maken. Alle vrienden die ik heb opgedaan via het vissen. Dat is veel waard jongen, dat is het meeste waard. En
Ja, ik denk op mijn leeftijd begin je dat een beetje in te zien, hè, zo rond de 49. Dan zie je wat het echt om gaat in het leven. Dat is toch een community van mensen om je heen hebben. Goede vrienden, mensen die dingen met je delen zonder dat ze daar zelf baat bij hebben. Ja, dat vind ik gewoon super gaaf. Maar goed, ik dwaal af naar allerlei esoterische gebieden. Dat is niet de bedoeling. We houden het even bij vis hier. We gaan niet filosoferen. Maar in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. En vind je het een leuke video? Vergeet niet te abonneren. En wat ik ook altijd leuk vind, is als je de video deelt op YouTube of in Facebook. Dat is voor mijn kanaal altijd goed. Dus ja, het is een kleinigheidje. Anyway, ik ga de video eens editen. En... ik had ook een nieuwe camera gekocht trouwens. Ik dacht, ik heb nu een Fuji. Ik dacht, ik ga toch nog eens een keer zo'n Sony proberen. Want die hebben hele goede autofocus. En een nieuwe camera gekocht, maar die gaat weer terug. Dat vind ik €2000 voor een beetje goede autofocus vind ik toch niet de moeite waard. En ik heb nu met de Fuji XT4 heb ik ook in de gaten hoe ik een goede autofocus kan krijgen. Dus die mist ook nooit meer. Dus die gaat weer terug. Dus de volgende aflevering is weer opgelopen op de Fuji. Voor diegenen die dat interesseert. Nou, nu ga ik er echt een einde aan breien, want ik ben weer aan het auguren. Keep on fishing, jongens.